Enig idee wat het is? Nee, ik vind het wel lekker. Maar wat het is, dat weet ik niet. Bemmel heeft er een nieuw soort jam bij. Het idee voor de jam is ontstaan in de paprika-kwekerij. De nieuwe lekkernij met paprikasmaak is bedacht door Marieke Tas, die samen met haar man een bedrijf runt. Ze ontdekte dat er meer te doen is met paprika's en bedacht een aantal producten. Paprika jam stond eigenlijk al wat langer op mijn verlanglijstje. Zo'n 5 jaar geleden dacht ik van nou, dat zou best wel eens een mooie combinatie kunnen zijn. En op een gegeven moment ben ik dat gewoon gaan uitproberen. En toen bleek dat een hele verrassende combinatie te zijn. Maar wat vinden de mensen op straat ervan? We gingen de Huissense markt op en lieten de mensen proeven. De paprika in. Kunt u even vertellen wat u nou precies proeft? Ja, ik proef de hoofdmoot paprika hoor. En hoe smaakt het? Wat vindt u ervan? Het smaakt goed, maar ik ben geen paprika man. En dat scheelt natuurlijk ook hè. En wat vindt u mevrouw? Nou, ik vind het wel lekker. Wat smaakt het nou? Hoe proeft het? Naar meer. Ja, het smaakt goed. Ja. Maar hoe proeft het dan? Appel en pruimen of zoiets dergelijks. Is dat paprika of zoiets? No. Bingo! Ja, dat is heel goed. Nou. Ja. Toch smaakt hij wel dit. Ik vind wel gekke paprika, dat is hier. Bij de kaasshop in Huissen wordt de jam al verkocht. Ik vind hem kwalitatief ontzettend goed, lekker. Alleen, je moet ervan houden natuurlijk. En dat is natuurlijk het probleem met zulke dingen van... Ja, mensen zijn een beetje terughoudend daarvoor. Het is een groente. Een groente? Een groentesjam? Wat voor groente dan? Een paprika? Heel goed. Ja? Heerlijk. Ja, lekker. Ja.